Het geneesmiddel van de week is glucagon. Glucagon is een geneesmiddel dat in noodsituaties kan worden toegediend aan patiënten met een ernstige hypoglykemie, om zo snel mogelijk de bloedglucosespiegel weer te laten stijgen. Glucagon bevordert de glycogenolyse in de lever, waardoor de bloedglucosespiegel snel stijgt. De injectie met glucagon kan worden gegeven. Als de patiënt niet meer in staat is de hypo op te heffen door iets te eten of te drinken. Als de patiënt reageert en uit een hypoglykemische episode bijkomt, dan moeten oraal koolhydraten worden gegeven om de glycogeenvoorraad in de lever aan te vullen en herhaling van de hypoglycamie te voorkomen. Indien de patiënt niet binnen 10 minuten reageert, dan glucose intraveneus geven. Glucagon zal bij patiënten met kagexie bij bijneerinsufficiëntie of een door alcohol geïnduceerde hypoglykemie niet goed werken. In dat geval uitsluitend glucose intraveneus of per sonde toedienen bij een ernstige hypoglykemie. Een glucagenverpakking bevat een flesje met glucagonpoeder en een flesje of spuitje met water. Als in de verpakking een flesje met water en een losse injectiespuit zit, dan moet eerst het water uit het flesje worden opgezogen in de injectiespuit, waarna in het flesje het poeder kan worden opgelost. Een mooi instructiefilmpje over een glucagon-injectie is beschikbaar op YouTube via deze link. De toediening van glucagon gebeurt uiteraard niet door de patiënt zelf, want. Die is door de ernstige hycoglycemie daartoe niet meer in staat. Iemand uit de directe omgeving moet het toedienen. Het is dus belangrijk dat huisgenoten van de betreffende patiënt bekend zijn met de wijze van toediening. In het YouTube-filmpje richt men zich op de ouders van een kind met diabetes. Er is nog een bijzondere andere indicatie voor glucagon. Artsen gebruiken glucagon ook in het ziekenhuis om darmbewegingen te onderdrukken. Bijvoorbeeld bij een CT-scan van de darmen. Glucagon heeft ook hier het tegengestelde effect van insuline dat darmbewegingen juist stimuleert. Samenvattend. Glucagon bevordert de glycogenolyse in de lever, waardoor de bloedglucosespiegel snel stijgt. Het wordt toegepast. Als de patiënt niet meer in staat is een diepe hypoglykemie op te heffen door iets te eten of te drinken. Glucagon wordt dan intramusculair of subcutaan toegediend door iemand uit de directe omgeving van de patiënt.